Sorry, werd er tussenweer geappt. En als ik geappt word, dan slaat hij weer af. En ik wil niet overnieuw beginnen. Ik heb maar. Ik probeer eigenlijk een beetje zo snel er doorheen te gaan, zodat ik alles een plaats kan geven en opruimen van. En dan kan ik weer gewoon bij één beginnen. Bij de Etchen heb ik ook twee gel gehaald, mega strong. Altijd handig. Ik heb halogeenlamp gekocht. Ze zijn heel goedkoop in de Action. Even kijken of ik het hier ergens kan vinden. Want in de gewone winkel, als je dat gaat kopen, nou, betaal je veel te duur. En hier heb je ze voor. Maar ik zie ze niet. Maar in Action zijn ze goedkoop. Drie oogpotloden, zwart, de best en nog goedkoop. AA kleine batterij voor de dingetjes die ik heb gekocht om het erin te gebruiken. En zoals waar ik gek op ben, sieradendoosje voor mobiel. Elke keer als ik naar Action ga, dan denk ik bij mezelf, weet je wat, ik koop elke keer twee. En dan heb ik genoeg op het einde om al mijn oorbellen een plaats te geven. Vandaar. En ik heb ook nog, maar die zie ik ook even, mondkleedje van 1,49. Voor het tafeltje wat ik ook bij de Action heb gekocht om het daaronder te zetten. En eigenlijk was dat de Action spullen. Nou, Action spullen gedaan te hebben, gaan we even kijken. Kunnen we die wegdoen? Kunnen we die wegdoen? En dan kunnen we. Ben ik ook nog naar Big Bazaar geweest? Bij Big Bazaar. En bij de Zenos ben ik geweest. Even kijken. Bij de Big Bazaar heb ik. Schuifnappen met haak gekocht. Voor om dingen op te hangen. En die waren 99 cent. 99 cent. Bij de. Dit is dan. Heb ik ook. Sorry. Make-up spullen gekocht. En dat zijn de. Perfect Touch. Bananenpowder voor 1,99. Ja. Voor de Perfect Touch Creamy Concealer. En die was voor 1,49. Dan heb ik twee Cover-It. En dat is voor de donkerkringen onder mijn ogen. Om die te kunnen wegwerken. En dat was 1,99 per stuk. En de Perfect Touch Eyeshadow. Met de drie nude kleuren. En die was voor. €1,49. Ze zijn heel goedkoop trouwens bij de Big Bazaar. Dan heb ik bij geen Zenos. Heb ik een vanille Furcas Vintage. Ik vond het een mooie uitstraling hebben. En die was voor €2,99. Heb ik. Even kijken. Een mini etui gekocht voor klein geld. Vond het wel grappig met alles erop. En die was voor 1 euro. Ja, was voor 1 euro. En een oud opvouwbare tas van de Wink. Die was 99 cent. Vond dat ook wel leuk. Met allemaal van die oogjes en winkjes.
En dan heb ik ook nog een tissuebox. Enjoy your life. Enjoy your life. Dat is een tissuebox. En die was voor 3 euro. En dan heb ik ook van hetzelfde Enjoy your good life. Heb ik een box om alle spulletjes erin te kunnen zetten. En die was voor 5 euro. Nou. Dat was de scène in de Big Bazaar. En dan heb ik ook nog even snel, denk ik, dat ik er doorheen ga voor de kruidvat. Ik ga, denk ik, geen ik weet niet of ik de prijzen ga opnoemen of niet, maar anders ga ik er even gewoon snel doorheen. Want het zijn er zoveel dingen. Ik heb geen tijd gehad om er doorheen te gaan. Dus ik denk dat ik er even gewoon snel doorheen ga. En ik verwijs wat ik heb gekocht. Oh, ik zie er zo verwilderd uit. Ik wil er zo snel doorheen. Dan ben ik er ook vanaf, denk ik, maar nou ja. Anders weet je wat. Anders hou ik het even bij de Action en de Zenus en de Big Bazaar. En dan kom ik terug met de Action, de Hema en de Kruidvat. Lijkt me een goed idee. Anders wordt het allemaal te lang en dan ben ik ook een beetje te veel bezig. Maar als je het leuk vindt, duim op. Abonneer je kanaal altijd. En enjoy your life. En take care.